Welkom bij dit webinar over erfgoed. Normaal gesproken zouden we elkaar treffen op het cultuurcongres of het erfgoedcongres. Maar zoals iedereen zal begrijpen, kan dat dit jaar door corona niet doorgaan. Daarom organiseert de provincie een reeks webinars onder de naam Cultuurshock. Want een shock, dat was het, toen in maart alles stil kwam te liggen. Gelukkig zagen we al vrij snel dat er ook innovatie en creatieve ideeën op gang kwamen. En verhalen bieden lichtpuntjes. En het mooie van verhalen vertellen is dat dat altijd door kan gaan. Dit webinar staat in het teken van het verhaal van Overijssel. De afgelopen jaren in de periode 2013-2020 ondersteunden we 163 projecten uit de regeling Verhaal van Overijssel. Dat waren restauratieprojecten, denk aan hooibergen, het opknappen van authentieke gevels. En zeer recent was de Engelse voetbaltribune in Rijzen in het nieuws. Die wordt opgeknapt en op een andere locatie herbouwd. We hebben aandacht besteed aan archeologie, aan immaterieel erfgoed, onze volkscultuur, de tradities en natuurlijk het Neder-Saksisch. En denk daarbij bijvoorbeeld aan het tijdschrift De Wiesneus dat verspreid is onder basisschoolleerlingen. In dit webinar gaan we op zoek naar hoe je nu een goed verhaal vertelt. Hoe doe je dat? En dat doen we als volgt. In Overijssel is provinciaal archeoloog Susanne Wenting de bewaker van alle bodemvondsten. Vanuit het archeologisch depot laat zij zien dat een voorwerp prima de held van je verhaal kan worden. Rolf van der Sweerder vertelt als PR-man al jaren het verhaal achter het succesvolle bloemencorso in Sint-Jansklooster. Een traditie die het hele dorp koestert. Hij neemt ons mee in de juiste ingrediënten van zijn verhaal en hoe je er ook in deze lastige coronatijd voor zorgt dat je verhaal toch gehoor vindt. Onze eigen collega Wesley Holland ging op bezoek bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, ofwel het KIEN. Met het KIEN gaan we de komende jaren een nog steviger samenwerking aan. Zij ondersteunen onze lokale projecten om hun verhalen nog sterker te maken. Hoe ze dat doen, dat gaan we straks zien. Daarna nemen Suzanne Vlokstra en ik je mee in ons nieuwe provinciebeleid. Wat kun je van ons verwachten? En dan is er nog een verhaaltje voor het slapen gaan. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van vragen. En doe dat vooral via de chat in dit webinar. Tijdens dit uur maken we op verschillende momenten ruimte om ze te beantwoorden. Laten we beginnen. Er was eens een lijk in Manderveen. Een zwaard, een musketkogel. Vlogger Martijn van Hezen nam een kijkje in het archeologisch depot. Daar zag hij spectaculaire bodemvondsten die zomaar eens het begin zouden kunnen zijn van een heel spannend verhaal. Wat zou Overijssel zijn zonder verhalen? Saai! Gelukkig hebben onze voorouders genoeg achtergelaten voor een smeuïge anekdote hier en daar. Archeologen duiken wel eens in de Overijsselse bodem en ontdekken daar rare, mooie en zeldzame voorwerpen. Die ga ik eens even bekijken. Is dit alles? Nee, natuurlijk niet. Aha, gevonden. Dit is onze geschiedenis. Hier ligt voor meer dan 100 jaar archeologie in Overijssel. Er liggen zwaarden, er liggen vuurstenen bijlen, aardewerk, urnen en schedels. Hier krijg je hele mooie verhalen van. In elk verhaal zit een held. Die doet het altijd net even beter dan de ander. Maar welke van die vele vondsten is nou echt zo'n held? Welke heeft het meeste karakter? Wat is nou het pronkstuk van de collectie? Ach, iedereen heeft zijn eigen favorieten. En al die unieke vondsten, die zitten in onze grond. We lopen en liepen letterlijk op onze geschiedenis. En ik weet wat ik mooi vind, maar het gaat er vooral om wat jij mooi vindt. En dat kan je vanaf nu laten weten. Ontdek de favorieten op archeologieoverijssel.nl. Stem op het pronkstuk van jouw woonplaats. En kies je held uit het veld. Zo Roy, goed gedaan, natuurtalentje. Hé hey Martijn, wees jij dat bij mij in de buurt feusbijlen zijn gevonden van 80.000 jaar oud. Vorig jaar organiseerden we deze wedstrijd, Vondst van Overijssel. Een mooie doorontwikkeling is dat alle lokale winnaars in 3D beschikbaar komen. En dat is binnenkort te zien op de website archeologieoverijssel.nl. Er is ook een boek gemaakt naar aanleiding van deze wedstrijd. En mijn tip zou zijn,
Je kunt zelf schatgraven in deze collectie en op zoek gaan naar vondsten die passen bij het project waar je mee aan de slag wilt. Die vondsten die kunnen ook weer worden uitgeleend. Suzanne Wenting kan je daar alles over vertellen. Elk verhaal heeft een beeldende held nodig. Na deze duik in het verleden is het tijd om naar de toekomst te gaan kijken. Wanneer is het nieuwe normaal voorbij? Ook bij het bloemcorso in Sint-Jansklooster was de teleurstelling afgelopen zomer heel groot dat het niet door kon gaan. Na de shock kwam de aanpassing. Roel van der Sweerde is hier en hij gaat ons vertellen hoe ze toch aan de slag gingen. Je kunt je vragen aan Roel stellen in de chat en doe dat vooral. Ja, het verhaal van Overijssel is natuurlijk ook het verhaal van het bloemencorso Sint-Jansklooster. Ik ben daar als voorzitter van de PR al jaren bij betrokken. Voor de mensen die niet weten waar Sint-Jansklooster ligt. Sint-Jansklooster is een heel mooi plaatsje in het Wiedegebied. Als ik zeg Giethoorn, dan zijn dat meestal wel bekende plaatsnaam voor de meeste mensen. Sint-Jansklooster is erg, op twee dingen manieren heel erg bekend geworden. Dat is één, in 1985 en 1986... hadden wij Even van Bentum als winnaar, tweevoudig winnaar van de Elfstedentocht. Sommige mensen die nu kijken zullen misschien helemaal niet weten wat een Elfstedentocht is, maar het schijnt ooit nog eens een keer weer te komen. Sint-Jansklooster is een dorp, 2500 inwoners. En al die 2500 inwoners zijn eigenlijk mensen die allemaal op een of andere manier betrokken zijn met het bloemencorso, wat in de 3e augustus van... De derde vrijdag van augustus altijd georganiseerd wordt. Nou, Bloemencorso is dus een evenement wat elk jaar tienduizenden bezoekers trekt. Zoals je hier ziet is dit een van de wagens die er rondrijden. We praten in dit geval over dahliareuzen. Per wagen hebben we in totaal 12 wagens rondrijden, dahliareuzen rondrijden. En eigenlijk het hele dorp is medewerker op een of andere manier. Of het is betrokken bij het bouwen van de wagen of als vrijwilliger. Je kunt zien dat er best wel veel mensen op afkomen. Of men is betrokken bij de EHBO of loopt als muzikant. Eigenlijk de aantal zaken die ook in de hele provincie Overijssel weer naar voren komen. Zoals het saamhorigheid, participatie en noberschap. Ja, dat zie je dus eigenlijk helemaal terug in het corso. En je kan rustig zeggen dat de 2500 mensen die in het dorp wonen ook allemaal trots zijn op hetgeen wat er gedaan wordt. Nou, zoals je hier ziet, dit is een heel mooi voorbeeld van iemand die echt betrokken is bij het bloemencorso. Het is een bouwer van de wagengroep. En ik kan eigenlijk zeggen dat dit een heel mooi toonbeeld is van iemand uit het dorp. Trots op wat er gebeurt. We zijn zelfs zo trots. Dit jaar is de 53ste editie plaatsvinden. Is helaas niet doorgegaan natuurlijk. Maar we zijn ook ontzettend trots op het feit dat wij een van de drie topevenementen in de gemeente Steenwijkerland zijn. Namens de provincie zijn we ook gelukkig een van de 15 beeldbepalende evenementen. En dat betekent dus ook voor zo'n klein dorp als wij dat we dus gewoon op een gelijke niveau staan als evenement zijn. Als een Deventer op Stelten of zoals hier in Zwolle het bevrijdingsfestival. Waar toch ook heel veel mensen op afkomen. Nou, als je even voor jullie beeld. Als je kijkt naar zo'n wagen. Is meestal een 18 meter lang, 10 meter hoog. Eén zo'n wagen kost ongeveer om te bouwen 20.000 euro. Nou, als je nagaat dat er dan 12 van rondrijden in een dorpje van 2500 man, dan heb je een beetje een idee hoeveel daar geld in omgaat. Eigenlijk maar voor één dag corso. Nou, hoe is dat dan opgebouwd? Die mensen zijn allemaal lid van de groep en betalen per persoon een kleine 200 à 300 euro lidmaatschap om te mogen bouwen. Dus er zijn zelfs voorbeelden bekend. Ik weet het van onder andere van deze meneer die op de foto ziet. Die neemt zelfs een vakantie ervoor op om alleen maar bezig te zijn met die wagen. En toen, begin van het jaar, corona. Ja, dan is voor ons natuurlijk een rampscenario. Omdat er in het dorp niet zo heel veel gebeurt. En dan, als dan zo'n groot evenement wegvalt, ja, wat ga je dan doen? Je kunt niet meer samenwerken, wat eigenlijk zo belangrijk is in het verhaal.
Hoe ga je om met het feit dat mensen niet meer bij elkaar kunnen komen? Al dat soort zaken, die saamhorigheid waar ik het net over had. Ja, dat ben je dan op een gegeven moment gewoon kwijt. Nou, wij zijn op een gegeven moment gaan overleggen met de gemeente van wat zijn er op een gegeven moment wel de mogelijkheden, wat zijn niet de mogelijkheden. En helaas hebben we dan toch moeten beslissen om het hele corso af te lassen en door te gaan schuiven naar 2021. Maar goed, dan zit je met de sponsoren. De sponsoren moet je natuurlijk ook op een of andere manier tevreden houden. Want ja, er is geen evenement, dus je hebt eigenlijk geen mogelijkheid om dat bekend te houden. Nou, wat hebben we gedaan? Een beetje in de trant van de plakplaatjes zoals je met voetbal ziet, hebben wij een boek gemaakt waarbij mensen zeg maar stickers konden verzamelen door boodschappen te gaan doen bij de plaatselijke middenstand. Nou, dat is echt een enorm succes geweest. Daardoor konden mensen gewoon verbonden blijven met Corso. En was uiteindelijk de sponsor en de middenstand was ook dik tevreden. Nou, op een gegeven moment had je van het zomer, werden de regels wat soepeler en gelijk begon iedereen weer zich af te vragen van ja, wat gaan we, kunnen we nog iets doen, weliswaar in kleine vorm of wat ook maar, om toch een beetje die inventiviteit en die creatief kwijt te kunnen, want mensen willen gewoon die energie kwijt. Nou, wat zijn de mogelijkheden dan? Op dat moment eigenlijk niet zo heel veel. Je kunt niet heel veel mensen bij elkaar hebben, zeker niet in een ruimte dicht bij elkaar. Maar goed, op een gegeven moment kwam er het idee, laten we dan iets van bloemenmozaïeken maken. Dan heb je toch nog een link met het corso. En het voordeel daarvan is dat je niet bij een groep hoeft te zitten. Je kunt ook als individueel persoon kun je eraan meedoen. Nou, hier zie je dus bijvoorbeeld uiteindelijk de winnaar, het melkmeisje, die door één gezin gemaakt is, omdat ze helemaal zo gek zijn van het bloemencorso. Nou, we hebben daaraan vastgekoppeld, je ziet ze zijn ook in de tuinen geplaatst, we hebben daaraan vastgekoppeld een fietstocht. Mensen konden dus langs de mozaïeken fietsen, waardoor konden voldoen aan de regels van de corona. Nou, het was een enorm groot succes. Het was zelfs zondag een groot succes dat andere dorpen in de omgeving ook zoiets in navolging hebben gedaan. Toen kwam helaas de tweede golf, waardoor dus ook weer wat dingetjes kwamen te liggen. Nou ja, wat ga je dan doen? Nou, we hadden zoals in dat plaatjesboek hadden we al verteld van dat mensen konden de groepen allemaal hun eigen mooiste wagens uitkiezen. Nou, wat hebben we vervolgens gedaan? We hebben een ontwerper gevraagd die heel veel op andere corso's, maar ook bij ons in het corso en ook een inwoner weer van het dorp, hebben gevraagd van nou, pak nou eens al die mooie wagens die we in het verleden zijn gebouwd. Maak daar eens een mooi ontwerp van. Want we willen iets met een puzzel of wat ik maar gaan doen. Nou, en dat is dus hier het voorbeeld van. Hij heeft dus een ontwerp gemaakt van alle wagens. En we zijn vervolgens naar Ravensburg gegaan om te vragen van goh, kun je hier een mooie puzzel van maken? Nou, dat was dus een zondanig groot succes. Dat er uiteindelijk alleen al in het dorp bij ons 250 van die puzzels verkocht zijn. Goed, dan zit je natuurlijk van, hoe hou je het corso levend onder de bewoners? Nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt, wat ik al zei, wat we gedaan hebben met het boek en met de puzzel, zijn mensen eigenlijk toch heel erg druk geweest. Maar wat voor ons ook heel belangrijk is om het immaterieel erfgoed levend te houden, is natuurlijk investeren in de jeugd. Nou, hier zie je dus in het plaatje, heel mooi, wat de jeugd eigenlijk al van kinds af aan al mee kan werken aan een wagen. We hebben al in de basisschool, vanaf in de kleinste groep, het zogenaamde Frommelcorso. Dat organiseren we al jaren. Dat doen we dus in de groep 1 tot en met 6. Gaan kinderen dus met kleine propjes van kreppapier zeg maar een bloem nabootsen. En daar worden dan kleine wagentjes van gebouwd die dan ook rondgetrokken worden. We hebben ook een lespakket hebben we gemaakt voor de basisschool, waarin we de hele geschiedenis en de hele historie, maar ook de hele opbouw van de dahlia en dergelijke laten we daarin zien. Ja, en tenslotte hebben we natuurlijk het jeugdcorso. Ons jeugdcorso
Was vroeger een soort opmaat naar het grote corso. Werd altijd op donderdagavond georganiseerd. Ja, en op donderdag was iedereen natuurlijk al heel druk met het grote corso, waardoor er eigenlijk heel weinig belangstelling was voor het jeugdcorso. Nou, wat hebben we een aantal jaren geleden besloten? We hebben gezegd van jongens, we gaan de kinderen een eigen corso geven op de zaterdag. Nou, wat is daar het voordeel van? Kinderen hebben veel meer ruimte om te experimenteren en hun creativiteit kwijt te kunnen. En ja, men heeft echt het gevoel dat ze een eigen volwaardig corso hebben. Nou, het voordeel is dat het jeugdcorso ook door een subsidie van de provincie Overijssel, in dit geval de kleine evenementen, ook financieel vorig jaar gesteund is, waardoor we dus echt daar een impuls aan kunnen geven. Nou, als je dan kijkt, wat zijn onze ambities voor de toekomst? We kunnen gewoon, mede door de bijdrage van de provincie, kunnen wij prijzengeld omhoog doen, waardoor in ieder geval beter financieel draagvlak is bij de groepen. We zijn zelf begonnen met een corso college, waarbij dus een viertal ontwerpers uit gaan leggen aan mensen die dat willen, hoe je moet gaan ontwerpen. We krijgen dus 4 weken les, vier periodes les in het ontwerpen van de wagen met kleurgebruik en dat soort zaken. We hebben al een intensieve samenwerking met het CIBAB en het ARTES hier in Zwolle. CIBAB maakt voor ons al een aantal jaren, hebben ze een aantal beelden gemaakt die wij gebruiken bij de ingang. En ARTES werkt bij heel veel groepen mee aan een stukje figuratie en dergelijke. Ja, en wat we op dit moment heel erg mee bezig zijn, is de documentaire. We zijn op dit moment bezig een documentaire te maken, waarbij we dus echt de verhalen achter de wagen, want de meeste mensen, we zijn al een paar jaar op televisie geweest bij SBS6 en bij Omroep Max. Maar dat is altijd een registratie geweest van de wagen. En wat wij nu aan het doen zijn, is een documentaire maken van ongeveer 50 minuten. Waarbij wij de hele achtergrond van de wagen bouwen, dat laten zien. En we hopen dat die eind volgend jaar helemaal klaar is. En dan gaat die uitgezonden worden op NPO 2. Daar zijn we nu op dit moment volop mee bezig. Nou, we krijgen nou onder andere een vraag binnen van hoe belangrijk is het corso nu voor het binden en behouden van de jongeren ten aanzien van leefbaarheid. Nou, het corso is ontzettend belangrijk in ons dorp. Als je kijkt, we hebben een dorp van 2500 mensen. En uiteindelijk, de jeugd heeft eigenlijk niet zo heel veel te doen. Het is of het corso, of nog een keer de voetbal. En voor de rest is het dorp gewoon te klein om andere dingen te organiseren. Vandaar dat er ook vanuit de jeugd ook heel veel gekeken wordt naar het corso. En vandaar dat we ook gezegd hebben dat het jeugdcorso moet ook zijn eigen plekje krijgen. Nou, ik kreeg ook nog een vraag binnen, zie ik hier ondertussen, van hoe dat dan zit precies met subsidies. Nou, ten eerste, we zijn altijd vanuit gegaan, we willen een eigen financieel draagkracht hebben voor het corso. Maar we hebben dus onder andere ook het verhaal van Overijssel hebben meegekregen als subsidie. En daarmee zijn we dus nu volop bezig om een documentaire te maken. Ook om het vast te leggen naar de toekomst toe en iedereen daarin mee te krijgen. Nou, en als laatste hebben wij vorige week, van dat betreft een nieuwtje, hebben we vorige week eerst contact gelegd met de Floriade in 2022. De Floriade wordt dan gehouden in Almere en men zocht een verbinding. En het is nu de bedoeling dat we de komende 2 jaar bezig gaan met de groep van de Floriade. Die uiteindelijk op de Floriade een wagen gaat bouwen en die dan mee gaat rijden in ons corso. Nou, we hebben best wel heel veel ambities. Als je kijkt naar ambities, we zijn een tweedaags evenement. Of we zijn nu nog een eendaags evenement en we willen naar een tweedaags evenement. Waarbij we op de, want normaal gesproken is de corso op de vrijdag. Wij willen heel graag naar de zaterdag erbij en dan heel veel straattheater erbij. Daar hebben we ook al in het verleden contact over gehad met een Deventer op Stelten. Dus we proberen echt wel heel veel samen te werken. We gaan ook workshops organiseren van mensen die van buitenaf om wat meer te gaan vertellen. Wij zijn aangesloten bij de Corso-koepel. En dat is een landelijke koepel die sinds 2 jaar bestaat. En eigenlijk waarin alle corso's samengevoegd zijn, zijn in totaal 34 corso's door heel Nederland heen.
En daar is een heel mooi hoogtepunt bij, want onder andere is dat namelijk ook samen opgezet met Kien. Want heel veel van die corso's die zijn namelijk ook ingeschreven in de immaterieel erfgoedlijst van Kien. En we hebben begin dit jaar te horen gekregen van minister van Engelshoven dat de corso-cultuur aan zich voorgedragen wordt voor de lijst immaterieel cultureel erfgoed. En dan eind volgend jaar zal daar de beslissing over vallen. Nou, en wij hopen natuurlijk met die documentaire die we aan het maken zijn, om daar dan ook inderdaad, want de uitslag is geloof ik in Genève, gaan we daar naartoe met een cameragroep om te kijken of we dan ook de uitslag in de documentaire mee kunnen nemen. Nou, dit is een beetje mijn verhaal van het corso. Als je even goed gekeken hebt, wat is dan eigenlijk het verhaal wat ik eigenlijk probeer een beetje te vertellen? Ik probeer sowieso zoveel mogelijk ons eigen verhaal te vertellen. Dus we gaan niet, ik probeer geen dingen erbij te verzinnen. Maar echt een authentiek verhaal. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is als je een goed verhaal wil vertellen. Een aantal hoofdrolspelers zijn erin. Nou, ik heb het ook laten zien in de foto's. Ik probeer daar beeldend mee om te gaan door inderdaad iemand die heel trots uitstraalt. Ook dat inderdaad terug te laten zien in mijn verhaal en terug te laten komen. Nou, problemen hebben we dit jaar denk ik genoeg gehad. Want elk goed verhaal moet ook zijn problemen hebben. Nou, met de corona werd dat vanzelf al ingevuld. Ik denk dat ik ook heel goed heb aangegeven van nou, wat voor oplossing hebben we dan aangedragen in de vorm van de puzzel en die plakplaatjesboek. En ik denk dat een goed verhaal valt of staat met een goede ondersteuning, met foto's en video. En dat je zeker niet PowerPoints moet gaan gebruiken om dingen te gaan vertellen, omdat het verhaal dan helemaal niet goed overkomt. Vandaar dat ik ook een paar hele mooie foto's heb meegenomen. Ja, dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal van het bloemencorso. En ik ben benieuwd of er nog vragen zijn, want ik zie hier een aantal vragen staan, maar volgens mij is de vraag van, ja, ik heb hier nog een vraag staan van Vincent Rombijn. Hoe houd je het corso levend onder bewoners nu mensen steeds drukker zijn en minder tijd hebben? Ja, dat probleem kennen we dus helemaal niet. Dat kun je bijna niet voorstellen, maar het dorp, wat ik net al aangaf, het dorp is zo klein. Er zijn 2500 inwoners en er is bijna verder niks te doen. Dus ja, mensen leven echt voor het corso. En of je nou 2 bent, 6 bent of 80 bent, iedereen is op een of andere manier wel betrokken bij het corso. Nou, volgens mij heb ik de vraag van Gerbe Bulst heb ik volgens mij al beantwoord. We hebben diverse subsidies. We zijn in principe financieel daadkrachtig genoeg om onszelf te bedruipen. Maar juist door de subsidies kunnen we allemaal extra dingen doen. Zoals bijvoorbeeld inderdaad de subsidie van het verhaal van Overijssel. Waarbij wij, die we nu op dit moment gebruiken voor het maken van het documentaire. Nou, dat is een deel van de subsidie, maar ook een heel deel eigen geld gaat erin. Omdat het maken van een documentaire best wel heel veel geld kost. Ja, en er was nog een vraag van Roy van hoe belangrijk is het corso voor het binden en behouden van de jongeren ten opzichte van leefbaarheid. Ja, volgens mij heb ik daar een duidelijk antwoord op gegeven en volgens mij zeggen de plaatjes ook voldoende. Dankjewel voor jullie aandacht. Ja, dankjewel Roel. Heel erg mooi verhaal. En jij noemde al eventjes de rol van het Kien, het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Lokale projecten kunnen daar ondersteuning krijgen. En onze collega Wesley ging op bezoek om daar het fijne van te horen. Hoi. Ik ben Wesley, adviseur erfgoed bij de provincie Overijssel. Vandaag neem ik jullie mee naar het Openluchtmuseum in Arnhem, waar het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland zijn werk vandaan doet. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, het KIEN, is een belangrijke partner op het gebied van immaterieel erfgoed voor de provincie Overijssel. Dit is Pieter. Pieter is adviseur erfgoed bij het KIEN. Pieter, hoe zou jij onze samenwerking omschrijven? De afgelopen jaren hebben we met de provincie samengewerkt al heel erg om het immaterieel erfgoed in Overijssel beter zichtbaar te maken. Wat geresulteerd heeft in ruim 20 bijschrijvingen al in de inventaris immaterieel erfgoed Nederland. De komende periode willen we daar ook heel graag mee doorgaan. En om dat vorm te geven hebben we deze keer een enquête gehouden onder de gemeenschappen, erfgoedgemeenschappen in Overijssel, om bij hen te vragen van waar hebben jullie behoefte aan? En daar zijn een vijftal punten uit naar voren gekomen waar heel veel gemeenschappen behoefte aan hadden. En dat heeft onder andere te maken met educatie, zichtbaar maken van immaterieel erfgoed. Een ander punt waar ook gewoon heel veel behoefte aan is door erfgoedgemeenschappen is, zoals wij dat dan noemen, professionalisering.
waarbij je kunt denken aan trainingen, vrijwilligersmanagement, verkeersregelaars. Hoe bestuur je eigenlijk in de 20ste of 21ste eeuw alweer je organisatie? Dus op dat soort gebieden, daar is heel veel vraag naar. Dus daar willen we heel graag op inspelen. En deze samenwerking tussen ons en de provincie Overijssel biedt daar een fantastische gelegenheid voor. Die we tot nu toe met andere provincies nog niet op die manier hebben kunnen opzetten. Dus het is ook een hele bijzondere samenwerking die we hierin hebben. Pieter, waar staan we nu precies? Dit is de boerderij uit Kadoelen in het museum. Kadoelen wat in de buurt van Sint-Jans Klooster ligt. Waar we ieder jaar natuurlijk het gigantische bloemencorso hebben. Nou, als provincie vinden we het zichtbaar maken van het immaterieel erfgoed ook heel belangrijk. Als provincie doen we dat, of gaan we dat in ieder geval doen via de site samenvoorelkaar.nl. Waar ook immaterieel erfgoedprojecten een mooie plek kunnen krijgen. Zodat we het immaterieel erfgoed nog beter benutten voor de provincie. Zet het kind daar ook op in? Daar zetten we zeer zeker ook op in. En daar willen we ook, we hebben de afgelopen jaren er natuurlijk ook al aan gewerkt. En daar willen we echt mee doorgaan. Daar gaan we deze keer ook echt de samenwerking voor zoeken met andere partijen in Overijssel. Zoals het Historisch Centrum Overijssel. Om samen, hè, zij willen graag het materiële erfgoed beter in kaart brengen en zichtbaar maken. Dus dat is een hele mooie aanvulling om daar samen in op te trekken. Daarnaast gaan we ook de komende periode door met een project wat we de afgelopen jaren hebben opgestart. En dat is het immaterieel erfgoed spotten. Bij immaterieel erfgoed spotten maken we het immaterieel erfgoed het jaar rond zichtbaar. Heel veel vormen van immaterieel erfgoed zijn 1-2 dagen per jaar en dan is het weer weg. Tenminste, dat lijkt. Want kijk naar een corso, dat heeft maanden voorbereiding en is maar 2 dagen zichtbaar. Door middel van het immaterieel erfgoed spotten maken we dat het jaar rond op locatie zichtbaar. Waardoor je bijvoorbeeld, als je in de zomer in Oud-Marsum bent, kunt zien dat daar met nieuwjaar de nachtwacht plaatsvindt. En wat dan weer voor bezoekers een aanleiding kan zijn om op dat moment terug te gaan naar Oud-Marsum. In Brabant is er bijvoorbeeld de dag van de volkscultuur. Is dat ook iets wat jij voor je ziet voor Overijssel? Op dit moment willen wij veel liever inzetten op een meer structureel contact houden met gemeenschappen dan 1 keer per jaar groot een dag organiseren. Dus we gaan echt op zoek ook naar een vorm om het jaar rond contact te houden met al die gemeenschappen in Overijssel. Om hen op de hoogte te brengen wat de ontwikkelingen zijn, wat voor cursusaanbod er is. Waar ze terecht kunnen komen met vragen en dat soort dingen. Dat is waar wij in eerste instantie op in willen zetten. Daarnaast denken we er nu ook over na om over een jaar of 3-4 een grotere dag te organiseren. Waarop we iedereen ook met elkaar in contact kunnen brengen, fysiek. En waarop we ook weer nieuwe ideeën kunnen opdoen voor de periode die hierna komt, na 2024. Dus voor nu zetten we eigenlijk vooral in op een jaarlang brede ondersteuning van de erfgoedgemeenschappen in de provincie in plaats van 1 dag. Ja, dat lijkt ons veel zinniger dan 1 grote knal te maken en daarna elkaar weer uit het oog verliezen. En Pieter, wanneer is de samenwerking tussen de provincie en het KIEN wat jou betreft geslaagd? Voor ons is de samenwerking heel erg geslaagd als we merken dat we de gemeenschappen in Overijssel ook echt kunnen bereiken en helpen en ondersteunen bij de beoefening van hun erfgoed en ook bij de borging van het erfgoed, omdat het borgen niet zomaar vanzelfsprekend is. Dus dan is het voor ons heel erg geslaagd. Nou, dat klinkt als hele mooie en veelbelovende plannen. Dus het is goed dat het KIEN zo prominent in ons nieuwe cultuurbeleid benoemd is en dat we de plannen samen mooi vorm gaan geven. Nou, dan nu met geluid. Welkom terug, Suzanne. Dankjewel, Famke. Ik heb volgens mij, want dat heb ik gezegd, dus dat was wel te horen, dat wij het nieuwe beleid ingaan. En ik heb jou eigenlijk willen vragen wat dat dan betekent. Wat gaan we doen? Heb je voorbeelden? Ja, we hebben in het nieuwe cultuurbeleid verteld waar we de komende tijd op in willen zetten. En veel van onze doelen, die bereiken we natuurlijk niet alleen. Daarom maken we de komende tijd juist veel afspraken met organisaties in de provincie. Zoals welke organisaties? Nou, bijvoorbeeld met de Monumentenwacht. We maken met hen afspraken over tijdig inspecteren van monumenten om verval te voorkomen. En een ander voorbeeld is het Historisch Centrum Overijssel. Met hen maken we afspraken over hoe we het Neder-Saxisch onder de aandacht kunnen brengen.
En wat gaan we nog meer doen? Nou, we gaan de verbinding opzoeken. Erfgoed staat natuurlijk zelden op zich. Een van de opgaven is de energietransitie. Monumenteneigenaren die graag hun pand willen verduurzamen, die zitten vaak met heel erg veel vragen. En wij willen hen helpen om de juiste informatie te vinden. En het onderwerp willen we onder de aandacht brengen, ook erfgoed dus onder de aandacht brengen bij onze collega's van Nieuwe Energie. Op die manier leggen we een hele mooie slimme verbinding tussen duurzaamheid en energie en erfgoed. Nou, ik zei net ook al dat het goed klinkt, maar nu hebben anderen het hopelijk ook gehoord. Welke ontwikkelingen zien we op ons afkomen? Nou, landelijk zien we juist de ontwikkeling dat vooral heel erg veel religieus erfgoed leeg komt te staan. Kerkgebouwen raken in verval, maar heel veel dorpen of wijken verliezen ook daarmee een hele mooie sociale ontmoetingsplek. Wij weten de oplossing daarvoor ook nog niet, maar we zijn heel erg benieuwd naar hoe mensen dit zelf ervaren. Hebben zij ook bijvoorbeeld hiermee te maken? Hebben zij voorbeelden? We komen graag met hen in gesprek om mensen te helpen die zoekende zijn of brengen hen in verbinding met mensen die goede ideeën hebben. Nou reikte Roy de Witte, ons gedeputeerde, onlangs de prijs uit voor de meest gastvrije kerk in Oost-Nederland. Achter ons zien we de winnaar, de kerk in Noord-Marsum. Die combinatie tussen toerisme en erfgoed, zie je dat vaker? Ja, zeker. Erfgoed kunnen we heel erg slim benutten. Het krijgt een enorme meerwaarde als we erfgoed in kunnen zetten als een toeristische trekpleister. Denk bijvoorbeeld aan de Hanzesteden. Een bezoek aan een van de Hanzesteden is een heel erg leuk dagje uit. En op die manier kun je op een heel erg leuke manier de rijke geschiedenis van deze steden beleven en leren over de geschiedenis. Het klinkt alsof er heel erg veel gaat gebeuren. Hoe gaan wij daar het overzicht in houden? Nou, als provincie zijn hebben we daarvoor een mooi platform, de website samenvoorelkaar.nl. Daar kun je terecht voor heel veel inspiratie, kennis, netwerken en delen. En het mooie is, iedereen kan zijn of haar project daar in de spotlight zetten. Ik kan niks met die vragen. Dit webinarverhaal is bijna uit. We hebben aandacht besteed aan archeologie, tradities, Neder-Saxisch, monumentaal erfgoed. En zoals u hebt kunnen horen, gaan we de komende tijd nog een heleboel doen en zult u nog heel veel van ons horen. We hebben, voordat we zo uitgaan, nog een verhaaltje voor het slapen gaan. En dat gaat over een project dat speelde in de Plaskerk in Raalte. Een project dat ondersteund is met subsidie uit de regeling Verhaal van Overijssel. Voordat we afsluiten, we zijn heel erg benieuwd naar jullie verhalen, jullie ideeën en we komen heel graag met jullie in contact. Dus schroom niet om ons te mailen, te bellen of in de chat nog even je bericht achter te laten aan ons. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk gauw weer eens tot ziens in het live. Dan nu naar het filmpje. Fijne avond. De sfeer in de Plaskerk die is volgens velen uniek. Werkelijk een van de allermooiste dingen in de Plaskerk, dat zijn de middeleeuwse sekko's. En de noodzaak om dat te conserveren bestond al heel lang. Maar het kostte heel veel geld. Daarvoor zijn we natuurlijk eerst gegaan naar de burgerlijke gemeente. De volgende stap gingen we zetten richting de provincie Overijssel. En daar waren we heel blij dat er net een nieuw subsidiebeleid was aangenomen. Zodat er een substantieel bedrag beschikbaar gesteld kon worden aan projecten. Waarbij zowel de historie als de archeologie en ook de immateriële zaken voldoende aandacht krijgen. Nou, we hebben natuurlijk prachtige mogelijkheden. De kerk zelf betekent al heel veel. De relatie met de archeologie en met het landgoed Schoonheten, die was er al. Nou ja, en het immateriële erfgoed, hoe krijgen we dat nu op papier? En daar heeft het landschap Overijssel ons geweldig in geholpen. Daar zijn 20 tot 25 bewoners van het gebied zijn geïnterviewd, zodat er prachtige verhalen opgetekend konden worden. En die worden straks in een prachtig boekvorm uitgegeven. Verder hebben we in het kader van dit project prachtige wandelroutes ontwikkeld. En ook daar kom je onderweg wel tegen wat een geweldig mooi buitengebied Raalte ook heeft. En op die manier proberen we ook heel nadrukkelijk aan te geven, ja, dat er een duidelijke verbinding was en eigenlijk ook nog steeds is tussen de Plaskerk en haar omgeving. We hebben gezorgd in het afgelopen jaar dat Raalte heel nadrukkelijk op een diverse manieren in het middelpunt van de belangstelling stond. En met het project wat straks klaar is, staat het in het middel van de belangstelling. En als men ook de wandeling gaat lopen of de fietstocht door dit mooie gebied, ja, dan is het gewoon geweldig. En zeggen we nou, gemeente Raalte, ja, hier zul je iets aan moeten doen. Dit moeten de inwoners van Raalte weten, voor zover ze er nog geen kennis van hebben genomen.